Oké. Welkom bij Gutje S-Life Crashje Hutje 2007. Vinnie, we gaan er iets vets van maken. We staan hier voor het huis. Niet het Matador-huis, maar we staan voor het huis van Tony. We staan voor het huis van Tony Matador. Tony. Hey, say hello to my little friend. we gaan weer crashen, maar dat doen we uiteraard niet alleen. Dat doen we samen met de S-Life crew members. S-Life crew. Yeah! Weet je het nummer nog? 3 A. 6 A. 12 A. Iets met A. We drukken gewoon op alle bellen. Ja, dat vind ik ook goed. We gaan op alle bellen. We gaan ervoor, dames en heren. We gaan ervoor. Oh, volgens mij komt er iemand aan. Zien we al iemand? Nee, we zien nog helemaal niemand. Dat vinden we wel even. Hij is open, Loop. Iemand heeft zijn best gedaan. Yes. Hey, ratten en zo. Dood je Ik zie ook kleur. Hey! Goedenavond, goedenavond. We komen hier in een goed huis uit. Kom maar even hier dan. We komen even hier. Oh. Ja, ik moet het eigenlijk aan de president. Tony. Waar is Tony? Wat heb je daar al gezegd? Kom even hier. Kut. Kut. Ja, we hebben niet zo heel veel opgeruimd. Peter is vandaag pas inkomen wonen. Dus, En wat was die lucht beneden? Ja, dat is een kliko's. De kliko. Ja, het was een lijf. Het was een dood. Echt stomp. Oh man, daar moet je iets aan doen. Wij zijn namelijk op zoek naar de grootste player in dit huis. Wie is de grootste player? Wie dit de meeste is, laten we zeggen, een beetje hier en daar. De meeste wip? Ja, auto. Ik heb hem gezien aan de overkant. Ik keek achteraan. Ik zag hem met de ogen. Heel grote, dikke achterhoofd. Ik wist dat Tony het was. Dat is duidelijk. Tony is de grootste player. Tony wip met ogen, buurvrouw. Jullie krijgen dadelijk allemaal 10 minuten de tijd om zoveel mogelijk mensen in jullie kennissen en vrienden omgeving te bellen. Ik heb geen beltje. En deze kant op te laten komen. Begin. 3, 2, 1, bellen! Sanne, kom nou! Luister Tony, we gaan namelijk even een estafette houden. En het is de bedoeling dat jij namelijk even je snelste en je beste zuipers op een rijtje zet. Ja. Om dadelijk achter elkaar te gaan zuipen. Piek, peek, taco, nek. Oh ja, daar gaat hij. Opschoppen, hè, opschoppen. Ik weet namelijk dat we volgende huis het heel lastig gaan krijgen. Ik weet het wel zeker. We hebben een prijswinnaar. Snap ze de hint wel, denk ik. We gaan het nu even kijken met hoeveel personen wij in de douche kunnen gaan staan. En daarbij is het uiteraard zo dat hoe meer mensen, hoe meer punten. En hoe meer punten, hoe beter het is voor jouw studentenhuis, Tony. Dus we gaan ervoor. En nog even de aandacht. Nee, jullie krijgen dubbele punten als de douche nu aangaat. Nee, 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 dubbele punten. We gaan voor die dubbele punten. Opzout en naar buiten, godverdomme. De douche gemold. How many was that? De douche ging aan, ze stonden zeker met 11 man in de douche. Pils! Biertje! Havana is lekker. Where we're going right now is like where no one's been before. This is a very, very unseen and maybe never seen before by the natural world. This is Tony's karma. What we gotta do is be very quiet, but we are shh, come. Now, here we have the regular, the pink penis. The white little floppy dingo with the pink dilly joe. The Tarzan. Everybody knows what happens.
Somebody is going to get fucked. Smells fresh. I'm Steve Irwin, signing out on Tony's bedroom. Even een korte reactie weer. Mijn buurvrouw is best lekker. Ja, nou ja, soms brengen ze wel eens iets mee en vergeten ze het mee terug te nemen. Ik weet ook niet wat ik er verder op moet zeggen. Ik spaar langzaam verder. En uiteindelijk geef ik ze aan Brian een cadeau. Voor de aankomende middag. Oké, dames en heren, we gaan op naar het laatste spel alweer van vanavond. Het klinkt echt heel fijn. Maar het laatste spel is wel het meest spannende van de avond. Namelijk, we gaan proberen om een zo lang mogelijke ketting te maken, inderdaad. Maar dan alleen wel van kledingstukken. En de kledingstukken die je aan hebt. Dus alleen de kledingstukken die je aan hebt. En de mensen die volledig naakt gaan, die krijgen dus even 10 extra bonuspunten. Ja, nou, meer. 10 maar 100. Oké, voor iedere persoon die naakt gaat, verdubbelen wij de punten. 10! 9! We're losing it! Yay! 5! 4! Ik heb hem maar weer weg. 2! 1! Maar het kan alleen maar beter worden volgende week. Ik hoop erop. Ik zeg voor alle kijkers en luisteraars, een hele fijne avond. En tot volgende week. En tot volgende week.